Als jongetje en als journalist heeft Edward Dekker vele uren doorgebracht in het stadion van HFC Haarlem aan de Jan Gijzenkade. En deze week vertelt Edward over het veld en de dugout in het stadion. Ja, hier hebben de trainers van Haarlem natuurlijk door jaren heen gezeten. Er zaten hier wel bezoekers, maar het was wel de plek waar veel trainers van Haarlem gezeten hebben. Van Doornenveld natuurlijk niet op deze stoelen, want er zijn later andere stoelen gekomen. Kijk eens. Even kijken. Ja, ook alweer door vandalisme gesloopt. De laatste trainer die hier zat was Jan Zoutman. Die ging vlak voor het faillissement naar IJsselmeervogels. Ja, Haarlem op de laatste plaats. Hij zag het natuurlijk al misgaan. Ja, wie hebben hier allemaal gezeten? Vul maar in. Barry Hughes natuurlijk de bekendste. Hans van Doornenveld. Ben Hendricks, herinner ik me nog. Karel Bonsink. Ja. Dus, ja, aan de bank. De koud. Het ziet allemaal echt... Ja, want daar hebben er ook een aantal gezeten die later zeer grote voetballers zijn geworden. Ja. Die hier voor het eerst werden geroepen van... Ruud Gullit, hè? Ga maar warm lopen. Ruud Gullit heeft hier natuurlijk zijn debuut gemaakt op 16-jarige leeftijd. Met topscorer in de eerste divisie, het kampioensjaar. En toen was er nog een tijd dat een speler dan ook nog bleef. Pas later ging hij naar Feyenoord. Gullit. Van Leen komt uitstekend mee op. Gaat daar langs Willemsen. Wordt daar volgens scheidsrechter Klint neergelegd door Willemsen. Speelde wel de bal, maar haakte ook het been van de verdediger van Haarlem. Ja, lang zal hier niet meer te spelen zijn. 1-1 is de stand, maar dit kan Haarlem nog perspectief bieden. Bal in dat strafschopgebied ingepakt. Slotfase 2-1 scoort. De man die zo ongelukkig was door die verkeerde bal, die terugspelbal in die tweede helft, die scoort hier in de slotfase 2-1 voor Haarlem. Zo'n stoeltje is dan weer wel, hè? Is dan weer wel leuk. Laag dugout. Ja. Ja, maar dat vind ik over het algemeen wel, hoor, dat dugouts aan de lage kant zijn. Nou, volgens mij zitten trainers ook niet vaak meer in een dugout. Die zitten er vaak naast. Of kunnen niet blijven zitten. Het veld, hoe ligt dat er nu bij? Hoe het er nu bij ligt? Als je het zo kan beoordelen. Nou, ach. Kan slechter, toch? Hoe stond het vroeger bekend, het veld van Haarlem? Voor mij was het wel een prima veld om op te spelen. Zover ik me kan herinneren. Ja? Ja. Volgens mij wel. Maar misschien heb ik het helemaal mis, hoor. Dat is mijn geheugen een beetje in de steek gelaten. Maar alleen na het faillissement, toen ging het heel snel achteruit. Dat viel me op. Ik kwam toen nog één keer met een jeugdteam hier. Waarin onder meer Bilal Basasikoglu speelde. En die haalde hier, volgens mij met de C1, dacht ik, het kampioenschap binnen. En dat was een beetje het laatste van HFC Haarlem wat er dan nog gedaan werd in dat faillissementseizoen. Ja. En toen viel mij op dat het veld inderdaad door een paar maanden geen onderhoud, dat heel snel achteruit ging. Dat is echt schrikbarend. Er ligt een hoop zand op ook nu. Ja, en toch, ja. Ik denk dat Haarlem Kennemerland, dat hier nog zijn wedstrijdje speelt, niet ontevreden mee is. Nee. We geven het een 7 min. Ja. Kan echt slechter, hoor.